De nummer 6, Volendam, was thuis te sterk voor de nummer 15, Excelsior. Al vroeg in de wedstrijd is dit Kramer. Hij behoudt het overzicht en Jack Tuyk zet Volendam al vroeg in de wedstrijd in de vierde minuut op een 1-0 voorsprong. Dan dit moment. De foutieve terugspeelbal van der Werf. Excelsior zegt dankjewel. Nou, in twee instanties. Want in eerste instantie had Janka moeten maken. Maar de doelpuntenmaker is Alberg. 11 minuten zijn we dan onderweg. Volendam in de eerste helft de bovenliggende partij. Komt ook op een 2-1 voorsprong via Koster. Die bereikt Tuyk. Met zijn tiende van het seizoen is het binnen het half uur 2-1. Dan de tweede helft. Excelsior met Maatsen. En Excelsior krijgt hier een strafschop. Vorttoren wordt door Van der Werf onderuit geschoffeld. Volgens scheidsrechter Bekenbrede. De kans op de 2-2. Maar één man mist jammerlijk. En zo blijft Volendam doorgaan in de wedstrijd. Volendam komt dan met 10 man te staan. Omdat Van der Werf een tweede gele kaart krijgt. En dan de 3-1 en de definitieve nekslag voor Excelsior. Doelpuntenmaker Michiel Kramer. En zo gaat Volendam dus met 3-1 winnen. Dan nog een fantastische knal van Nick Koster. Die neemt de bal ineens op zijn pantoffel. En de redding is ook goed van de doelman van Excelsior. Volendam wint met 3-1.